U kent natuurlijk zomergasten. Wij hebben geschiedenisgasten. Vandaag is de gast Maarten van Rossum, de enige historicus die zelfs een eigen glossy heeft. Van Rossum is gefascineerd door de meest uiteenlopende zaken, van Donald Duck tot oude auto's, maar ook door het populisme waardoor het hedendaagse Nederland bevangen lijkt. Een gesprek dus over het populisme, over de zwerver Had je me maar in 1921... over Mussert en de NSB, maar ook over Boer Koekoek, D66, Hans-Jan Maat en hoe we via Fortuin en Verdonk nu zitten opgescheept met Gekke Geert, zoals hij Wilders stevast noemt. Welkom bij Geschiedenisgasten. Vandaag is de gast Maarten van Rossum. Weinig introductie nodig, denk ik. Tot zijn 38e vrij onbekend. En toen bedacht je opeens, de tweede helft van mijn leven, moet ik er wat aan gaan doen? Nou, dat is wel een heel eenvoudige samenvatting van dat crisismoment in mijn leven. Het was meer zo dat ik las ergens dat de gemiddelde leeftijd van mijn jaarcohort dat ongeveer 76 was. En ik was toen 38, dus ik dacht, potverdomme, ik ben op de helft. En nou ja, ik heb twee alleraardigste kinderen, maar dat is ook eigenlijk alles waar ik in enigszins op kan terugzien. Dus toen heb ik eerst mijn dissertatie afgemaakt en zo. En ja, dat ik tenslotte bij de tv terecht ben gekomen, is natuurlijk een volstrekte toevalligheid. Een wonderlijke samenloop van omstandigheden waar ik helemaal niet op gerekend had of zo, die voor mij even verbazingwekkend was als voor vele anderen. Maar nu toch een van de meest spraakmakende historici van Nederland geworden. Nou, vooral spraakmakend eigenlijk. De laatste tijd heb je ook flink bezig gehouden met het populisme. Dat is het thema wat we in dit gesprek willen behandelen. Ik las ook ergens van je na de laatste verkiezingen, toen zei je, het beste zou zijn als de tv maar afgeschaft zou worden. Want dat is de grote boosdoener van de opkomst van het populisme. Is het zo eenvoudig? Nee, het is niet zo eenvoudig. Dat heb ik kennelijk in een moment van lichte verstandsverbijstering en in immense ergernis over politiek op de televisie gezegd. Want eigenlijk zie je dat het populisme een verschijnsel is wat direct samenhangt met de democratie. Vanaf het moment dat we een democratisch bestel hebben, laten we even generaliserend stellen, globaal sinds de Franse Revolutie, zie je ook met enige regelmaat populistische erupties. En naarmate misschien zelfs systemen democratischer worden, zijn die frequenter en intenser. En in die zin kun je het populisme denk ik het beste zien als een soort frustratie vanwege de democratie. Vanwege het feit dat de democratie eigenlijk van alles belooft. Hè, namelijk democratie, de macht aan het volk, zoals de term letterlijk luidt. En dan hebben veel mensen toch het gevoel dat ze die macht helemaal niet hebben. Dat er wel zogenaamd democratie is, maar dat zij niks te vertellen hebben. Dat ze die mensen nooit wat komen vragen. Dat er allerlei dingen gebeuren die ze helemaal niet willen. Dat komt voor een heel belangrijk gedeelte voort uit volstrekt onbegrip over hoe het systeem functioneert. En dat is gerelateerd ook aan het idee wat velen hebben, met name de populisten, dat er zoiets is als het volk. Het volk wil iets of wil iets niet of vindt iets. De problematische werkelijkheid van de parlementaire democratie is dat het volk versplinterd is over een hele reeks van verschillende politieke partijen met heel verschillende opvattingen waarover de hele godganse dag geruzied wordt. En een van de aspecten van het populisme is ook, laten we nou eens ophouden met dat ruzie. Want ruzie, hè, het volk wil toch, het volk zegt toch, het volk vindt toch. Maar het volk vindt niks, het volk zegt ook niks. Het volk is in feite een volstrekt mythisch begrip, wat steeds van stal wordt gehaald om dat gevoel van tekortschieten van de democratie te obstrueren. Maar versterkt de televisie niet heel erg die tendens? Want daarin gaat het ook om eigen populisme natuurlijk, om de kijkcijfers. Ja, een van de ongelukkige zaken van de televisie is dat de televisielogica en de populistische logica, dat twee parallele sporen zijn.
En veel populistische retoriek en veel populistische politici die hebben een... dat is eigenlijk een vorm van theater. En de televisie leent zich bij uitstek voor zeer simpel theater. En nou ja, we hebben in het recente verleden in Nederland een hele reeks van voorbeelden gehad van populistische politici die eigenlijk allemaal eigenlijk vrij begaafde theaterpersoonlijkheden waren. Je denkt wel eens, gut, ze hebben eigenlijk hun ware bestemming gemist. Ze hadden op jeugdige leeftijd naar de theaterschool of hoe heet dat, de kleinkunstacademie moeten gaan, want daar hadden ze nog veel nutters erbij kunnen leren. En tegelijkertijd waren dat natuurtalenten. Maar kan je dan niet zeggen dat die telecratie dat populisme alleen maar versterkt? Dat je in een vicieuze cirkel terecht bent gekomen die nauwelijks meer te doorbreken is? Het is een veel algemener probleem nog en dat is dat politiek op de televisie is politiek op de televisie. En je maakt een kapitale fout door te denken dat politiek op de televisie ook erg veel te maken heeft met de echte politiek en met de echte besluiten en met het echte beleid. Het echte politieke mechaniek is enorm complex. Het besturen van zelfs een klein land als Nederland is een ongelooflijk ingewikkelde aangelegenheid die ook in financieel-economisch opzicht en allerlei andere opzichten een lastige klus is, ook door contacten met het buitenland en omvangrijke verdragsverplichtingen die elk land nu eenmaal heeft, zeker in Europa. En daar zie je op de televisie eigenlijk niks van. Op de televisie is politiek dat men met elkaar vliegjes af gaat zitten vangen. Hè? En dat je zegt, oh, Piet heeft het debat gewonnen of Jan heeft het debat verloren. Dat heeft verder met die politiek en met de inhoud geen zak te maken. Dat is wat de Amerikanen zo treffend horse race journalism noemen. Ja, maar dat is wel waar de kiezers een oordeel op baseren. Ja, de meeste kiezers gaan af op iets wat eigenlijk dus zoals gezegd met de werkelijkheid van de politiek weinig te maken heeft, maar wat politiek op de televisie is. Ook een politicus die het geweldig doet op de televisie is niet noodzakelijkerwijs geschikt om ondervoorzitter van de Raad van State te worden. Ja. Maar Cenk Willink is een zeer bekwame politicus. Een man die enorme invloed uitoefent in Den Haag, maar je hoeft hem maar 1 minuut op televisie te zien om te zien dat het niet spoedig een belangrijke concurrent van Katja Schuurman zal worden. En laten wij eens kijken in dit uur of we de geschiedenis van het populisme in beeld kunnen reconstrueren. Ja, dan zou je eigenlijk diep in de 19e eeuw moeten beginnen, maar ja, daar hebben we weinig filmmateriaal van. Ja, daar zouden we hooguit nog een fotootje van kunnen produceren. Wij beginnen met de eerste beelden van een populist. Dat is uit 1921, als de straatzwerver Hartje me maar in Amsterdam een gooi doet naar de gemeenteraad. Overigens net na de invoering van het algemeen kiesrecht, hè, 1921. Ondanks, of misschien wel dankzij zijn dagelijkse dronkenschap, werd Hartje me maar gevraagd om bij de Amsterdamse raadsverkiezingen van 1921 lijsttrekker te worden van de Rapalje-partij. Voor die gelegenheid opgericht door de anarchistische kunstenaars Henk Eikenboom, Anton Bakels en Erich Wichman. Hartje me maar met je naakje van mij. Hartje me maar met je lachje van mij.1921, hij werd uiteindelijk gekozen, maar hij kwam er niet in omdat hij vlak voordat hij geïnstalleerd zou worden in de bak kwam wegens openbare dronkenschap, geloof ik. Maar dit was toch wel populisme van de onschuldige. Ja, ik geloof ook dat zijn programma bestond uit de eis. Iedere dag een gratis glas jenever en vrij vis in het Vondelpark. Vrij vis in het Vondelpark, ja. En kennelijk was dat voldoende voor velen om hem in de raad te kiezen. Dit is een variant van het populisme die ook in feite vrijwel altijd voorkomt. Altijd een onderdeel is van het populisme dat de hele politiek flauwekul is en dat je beter eigenlijk met dit soort van dada-achtige, de Rapalje-partij... Ja, er zaten rare kunstenaars achter die hem naar voren hadden geschoven. Dat sluit een beetje aan, denk met de dada-beweging van de Eerste Wereldoorlog. Zo, want die is allemaal onzin. Hoe kun je dat het beste demonstreren door een dronken zwerver op te laten gaan? En verdomd, hij wordt nog gekozen ook natuurlijk. Maar het was ook een beetje... Bij alle populisten vind je het idee dat... Het gekke is dat ze bijna altijd beweren dat ze geweldige democraten zijn, maar de politiek is niks. De
politiek, daar moet een eind aan, want de politiek, dat is allemaal maar partijen. En de partijen, dat is misleidend. En, nou, het is, politiek is eigenlijk een vorm van georganiseerde oplichterij waar ze niks mee van doen willen hebben, wat heel wonderlijk is. Dus het is de antipolitiek van politici. Maar het was ook een beetje een protest tegen het algemeen kiesrecht. Zo van, ja, als je iedereen laat kiezen, dan kun je dus ook zulke gekken wel verkozen laten krijgen. En het lukte nog ook. Ja, en zoals we weten, met enige regelmaat worden volstrekte gekken gekozen. Ja, daar doe je niet zo verschrikkelijk veel aan als je algemeen kiesrecht hebt. Bovendien heb je helemaal geen garantie dat als je het beperkt tot een bepaalde groep, dat je dan niet een andere variant van gekken krijgt. De volgende populist in de Nederlandse politiek, ingenieur Anton Mussert. Zijn NSB haalde in 35, meen ik, het grootste succes bij de provinciale statenverkiezingen. Ja. Over 7% maar of zo. Dat stelde niet zo verschrikkelijk veel voor. Nee, maar het was in ieder geval een reden om in 1936 een echte propagandafilm te maken waarmee ze het land doortrokken. En laten we daar ook eens naar gaan kijken. Wij moeten het leren begrijpen dat de dreigende ondergang een gevolg is van de democratie, de verdeling van een volk in tientallen partijen. Wij moeten het leren begrijpen dat het vecht tegen zichzelf, dat dat waanzin is en dat dat onherroepelijk tot een ondergang moet en zal leiden. 53 partijen ondermijnen de eenheid der natie, vernielen het gemeenschappelijk fundament, zodat de geringste stoot voldoende is om het in puin te doen vallen. Door het loslaten der politieke partijen valt niets te verliezen, maar een volk en een vaderland te winnen. Geen politieke partij kan zijn beloften in daden omzetten. En allen, bewust of onbewust, werken zij aan een ondergang. Geen veiligheid, geen eer, geen recht, geen brood, geen arbeid. Dat is het resultaat van tientallen jaren politieke strijd en klassenstrijd. Wij willen leven. En uit die levenswil ontlenen wij het recht en de plicht tot hereniging van de natie. Want een uiteengeslagen volk heeft geen toekomstmogelijkheid. Aan ons de taak dit volk te herenigen en weer vertrouwen te geven in de toekomst. Andere volkeren zijn daarin voorgegaan. Wat zij bereikt hebben door hun enthousiasme en hun toewijding, zouden wij dat niet kunnen bereiken? Ja, Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging. Daar moeten we natuurlijk, voordat we daar iets over gaan zeggen, toch wat opmerkingen voor afmaken. Dat je, het zou volstrekt misleidend zijn als je zou zeggen dat alle populisme fascisme is. Je kunt veel beter zeggen, het fascisme heeft bepaalde aspecten van het populisme. Maar is tegelijkertijd een beweging die allerlei afwijkende eigenschappen vertoont. Daar komt nog bij natuurlijk dat als je het huidige Nederlandse populisme koppelt aan het nationaalsocialisme en NSB in de jaren 30, dat je een enorm lamboyante en emotionele discussie krijgt, omdat natuurlijk onvermijdelijkerwijs achter deze Nederlandse kluns Anton Mussert, niet waar, de immense schim oprijst van Nazi-Duitsland en wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus Ik ben altijd gaan zeggen, laten we het er maar buiten houden, want het vervuilt eigenlijk de discussie over het populisme. Maar je kunt hier weer wel zien bij wat Mussert daarnet te vertellen had, en wat hij zo keurig van zijn papiertje las. Daar zie je weer dat klassieke punt van de politieke partijen, dat is niks. Die houden het volk verdeeld. Dus dat is weer die impliciete wonderlijke logica dat het volk eigenlijk helemaal niet verdeeld is. Dat het volk als één eenheid voor het vaderland staat, zoals die dat daarnet zo treffend formuleerde. Maar dat de ellende, dat zijn die politieke partijen. Dus het volk is niet verdeeld, het volk wordt verdeeld door de politieke partijen. Wat een heel wonderlijk soort van logica is natuurlijk. Maar hoe komt het dan dat die boodschap er toch zo gemakkelijk ingaat, uitgerekend in tijden van crisis? Ik denk dat veel mensen in hun naïviteit en ook denken van, ja, dat er zoiets is. Het volk, het vaderland enzovoort enzovoort. Het zijn onbestemde begrippen, hè, waar je alles in kunt gieten wat je er zelf in wilt gieten.
En Mussert heeft dan nog niet eens de vijand nodig. Want het antisemitisme bijvoorbeeld speelde in zijn partij tot aan de oorlog geen rol. Nee, dat komt pas later. Hoewel hij hier natuurlijk een niet uitgesproken verwijzing naar Nazi-Duitsland heeft. Hè, waar men al besloten heeft dat het volk één is onder één volk, één rijk, één Führer. En daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Maar je moet eens voorzichtig zijn met meteen te roepen dat populisten altijd fascisme zijn, dat het fascisme weer terugkomt. Nee. Is dat ook niet de meest voor de hand liggende bestrijding? Want ze worden ook meteen door de tegenpartij als fascisten weggezet. Juist omdat het geen adequate bestrijding is. Je kunt het populisme veel beter analyseren in zijn eigen termen dan, zoals gezegd, dat ongelukkige wijs dat schabloon van het nationaalsocialisme eroverheen te leggen. Maar de NSB heeft vertoond allerlei aspecten die je altijd vindt bij populistische bewegingen. Het verzet tegen een zittend systeem, de retoriek over het volk, de retoriek over het vaderland. Dat vind je ook in andere populistische bewegingen. Toch zijn ze niet blijven groeien in de jaren 30. Na 36 ging het eigenlijk bergaf. Het opmerkelijk is eigenlijk dat zowel de overheid als de andere politieke partijen, die hebben zich eigenlijk zeer actief verzet tegen die NSB. En we hebben natuurlijk een uniformverbod gekregen van overheidswegen. Ambtenaren mochten geen lid zijn van de NSB. Dus men heeft zich nogal vrij effectief te weer gesteld. En ik denk ook dat voor velen De band met het nationaal-socialistische Duitsland en wat zich daar afspeelde ook een rem is geweest op de populariteit van een dergelijke Nederlandse beweging. Laten we naar de oorlog gaan kijken. Zijn er toen maatregelen genomen in Nederland om te voorkomen dat dit soort populisten weer makkelijk de politiek in kwamen? Kijk, in Duitsland bijvoorbeeld kwam een kiesdrempel van 5%, wat al een aardige drempel is. Als de beweging maar sterk genoeg is, help je dat natuurlijk geen pest, die 5%. Hè, dan. We hebben natuurlijk in Duitsland eigenlijk, als ik me dat herinner, je had in de tijd Vrij Nederland in de jaren 60 en ik geloof dat er eigenlijk elke maand een groot stuk in stond over het wederoplevend fascisme en nationaalsocialisme in Duitsland. En dat we ons daartegen moesten wapenen en dat het verschrikkelijk was. En dat het allemaal opnieuw ging gebeuren. Maar dat bleek achteraf natuurlijk allemaal de grootst mogelijke onzin. Dat zijn allemaal volstrekte marginale groepen gebleken. Van rare, boze figuren, maar die niets klaar hebben gemaakt. En van Duitsland kun je zeggen, als het nou iets een uitgebluste vulkaan is, politiek gezien, dan is het wel het naoorlogse Duitsland. Jij legt een van de bronnen van het naoorlogse populisme in Frankrijk, de Pouchardisten. Pierre Pouchard, die in 1956 zijn entree maakt in de politiek. Ja, met toen het jongste Franse Kamerlid, namelijk Le Pen. In zijn partij. Zullen we eerst even kijken naar hoe hij zijn entree maakt in de Franse politiek? Grote belangstelling bestond er in Parijs voor de eerste zitting van de nieuwe assemblée. Tot de herkozen leden behoren de oud-ministers Plevin en Paul Reynaud. De eerste vergadering had een formeel karakter. Hier waren ook voor het eerst aanwezig de aanhangers van Pouchard, de kantoorboekhandelaar die zelf geen kamerlid werd. Deze was kort tevoren de gast van de buitenlandse persvereniging in Parijs, die wat meer wilde te weten komen over Pouchard's politieke plannen, voor zover hij die althans heeft. Pouchard deed zich kennen als een nieuwe profeet die brood eet. In aanwezigheid van zijn echtgenote gaf de heer Pouchard voorts te kennen dat zijn beweging vaderlandslievend is en niet fascistisch of antisemitisch. Ah, mais non, il ne faut pas confondre fascisme, racisme, antisemitisme et patriotisme. Deze woorden ten spijt kunnen verreweg de meeste Fransen niet in hem geloven. Ook al zijn ze even grote patriotten als Pouchard en zijn volgelingen beweren te zijn. Ja, het verhaal zegt het al, als een kantoorboekhandelaar. En je had, Frankrijk was in allerlei opzichten, sociaal, economisch en cultureel en een zeer gelukkig misschien, maar ook wat achterlijk land. En wat je in Frankrijk ziet eigenlijk is dat Frankrijk had een relatief kleinschalige en nogal ouderwetse industrie. Je ziet in Frankrijk een zeer snel verlopend moderniseringsproces, juist na de Tweede Wereldoorlog, waar grote delen van de kleine middenstand, met name in de provincie, ook het slachtoffer van werd. En ja, dat hele moderniseringsproces werd gerund door een Parijse elite. Je hebt in Frankrijk altijd de spanning gehad tussen de Parijse elite die daar de lakens uitdeelt en die naar al die deftige scholen is geweest, en
dat die mensen Frankrijk wat er als het ware onderaan hangt en wat daar misschien niet altijd even gelukkig mee is. Het was natuurlijk een volstrekt achterhoedegevecht. Heel veel populisme is uiteindelijk een soort achterhoedegevecht. En dat was Pierre Poujade ook. Le Pen zat dus ook in die fractie. En dan zaten geloof ik bij die Poujadisten wel. Kijk, Frankrijk had, een groot deel van Frankrijk had gecollaboreerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar zaten geloof ik wel elementen in die Poujade-partij die niet helemaal fris waren historisch gezien. Maar het verzet is dat van de kleinschalige provincie tegen een snel moderniserend en grootschaliger wordend land. Waar wij al vrij snel in Nederland ook een Nederlandse variant kregen, ja. In de vorm van de Boerenpartij. Die in 1963 opkwam bij het verzet van de boeren tegen het landbouwschap. En vervolgens als partij ook aardig succesvol werden. Het was vooral natuurlijk het landbouwschap als dwingende instantie. Hè? Want het landbouwschap hief verplichte contributies. Je moest betalen. Ook als je zei, ik wil er niks mee te maken ook hebben. Als een klein boertje wilde, met eigen land. Ja, je moest betalen. En je had nogal wat weigeraars. En dan werden tenslotte boerderijen die werden geveild. En daar ontstond eigenlijk een beweging dat die geveilde boerderijen terug werden gekocht door boeren die sympathiseerde met het feit dat je niet betaalde. Dat was naar mijn idee ook een vrij achterlijk idee dat je het maakt. Goed. Anyway, van die schappen, daar is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel van overgebleven. En daar is de Boerenpartij uit ontstaan eigenlijk, uit dat verzet tegen die verplichte heffing en tegen het feit dat de boel onder je reet verkocht werd als je maar lang genoeg niet betaalde. Het succes van die partij was natuurlijk vooral ook afhankelijk van de partijleider Hendrik een unieke figuur, in feite zullen we eerst eens even naar hem gaan kijken? Een geboren cabaretier. In 66 heeft de AVRO een portret van hem gemaakt vlak voor de verkiezingen. Geachte vergadering, het doet ons goed dat hier in Beiden weer zoveel belangstelling is voor de vergadering van de Boerenpartij. En dat is ook niet zo wonder, omdat het nu zo heel kort voor de verkiezingen staat. En omdat u vooral weer de laatste dagen allerlei waarschuwingen hebt gekregen tegen de Boerenpartij. Van allerlei soort mensen die bang zijn voor stemverlies en nu maar gaan waarschuwen van stem niet op de boeren. En in dat licht gezien is het vanzelfsprekend heel belangrijk dat die boeren dan zelf eens een keer hier komen om hun beleid naar voren te brengen. Als er nu werkelijk eens een duidelijk argument werd aangedragen waarom of de Boerenpartij niet deurde, maar daarin schieten ze allemaal te kort. Ze kunnen wel met allerlei scheldwoorden komen. En meneer Smelser die komt ook zo nu naar met zo'n uitval. En de VVD ook, dat het fascistisch zou zijn als hij een minister niet feliciteerde met een wetsontwerp waarop hij tegen was. Dat was fascistisch. Ja. Fascistisch was dat, heeft mevrouw Zomerdouw nog geschreven in verschillende kranten. Als u het precies weten wilt. Fascistisch. En daarom hebben we dat even duidelijk gemaakt voor de televisie. En hoe was zij toen? Want zij kreeg direct extra zendtijd. Wij moeten het met onze 10 minuten in de 9 weken doen. Maar zij kunnen dan direct, als het om de Boerenpartij gaat, direct de volgende avond al een nabeschouwing geven. Koek, 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 koek. Het hek is nu van de dam. Koek, koek. Koek, koek, sinds jij in ons midden kwam. Koek, 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 jij gaat vele jaren mee. Koek, 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 misschien word je wel premier. Ja. Ja, de tv-clown. Ja, een natuurlijk komisch talent. Hij verwijst er ook naar in die uitzending voor de politieke partijen. Die dan altijd, wat is het, om 7:10 of zo had. En ja, je ging er altijd voor zitten, want er is ook nooit iemand die Boer Koekoek zo geestig heeft nagedaan als die zelf was eigenlijk. Het was iemand, ja, je bleef erin van het lachen. Dan zat hij achter zijn tafeltje. Het was echt een betrekkelijk unieke figuur. Maar wat de mensen natuurlijk het meeste verraste, was dat die stemmen bleek te trekken natuurlijk in zijn natuurlijke achterban. Nee, maar juist in de steden. Maar dat die enorm veel stemmen bleek te trekken in de, met name de achterstandswijken van de grote steden. En dat in die zin bleek hij plotseling een soort symbool waar mensen kennelijk behoefte hadden van een tegenpartij. Iemand die tegen het bestel was, tegen het bestaande politieke apparaat, tegen de bestaande politieke partijen. Mensen
die kennelijk vonden, er wordt naar ons niet geluisterd, op ons wordt niet gelet. Het gaat in Nederland fantastisch, maar wij wonen in de achterstandswijken van de grote steden. En tenslotte heeft Boekhoek ook natuurlijk in 67 zeven kamerzetels getrokken. Dat is hetzelfde jaar dat D66 ook zeven zetels kreeg. En als je de historici erop naleest, dan hebben ze het altijd over D66 en van Mierlo. Dat is natuurlijk allemaal heel leuk en deftig en fijn. En heel weinig over het boer Koekoek. Maar het zijn eigenlijk de twee aspecten van het Nederlandse populisme. Het deftige, linksige, links-liberale populisme. Daar komen we misschien nog over te spreken aan de ene kant. En laten we zeggen het populisme van onderop aan de andere kant. Maar natuurlijk twee nieuwe partijen in 67. Die beide, die samen 14 zetels... Dat, tegenwoordig is dat niks, omdat de kiezers die waaien wel... Van de ene kant naar de andere kant. Maar toen was dat een soort aardverschuiving in de Nederlandse politiek. In de tijd dat de verzuiling nog dominant was, was dat... Ja, in 67 was het dus ook sowieso een heel interessant parlementair jaar. Natuurlijk omdat het het eerste jaar is, de eerste verkiezingen... waarbij de conventionelen hun absolute meerderheid verliezen. Laten we nog maar even kijken naar die andere populisten. Die beschaafde populisten van D66. Want die noem jij heel bewust ook populistisch. Het is populistisch. Nou, vandaar dat we nu even willen kijken naar het congres van 17 december 1966... waarin zij hun partijprogramma bekend maakten. Dames en heren. Op 30 april van dit jaar, Nederland had een vrije dag, kwamen 11 mensen bij elkaar in een zaaltje van Krasnopolsky om met gefronste wenkbrauwen van gedachten te wisselen over het kreupele bestaan van het politieke leven in ons land. Nu, 7 maanden later, hebben 500 Nederlanders uit alle delen van ons land ingetekend om in een van de grootste congreszalen dit nietig overleg van de 11 af te ronden. In de vaststelling van deze wonderbaarlijke vermenigvuldiging ligt de vreugde besloten waarmee ik u allen hier hartelijk welkom heet. Het is daarom de taak van D66 om de Nederlandse burger de greep terug te geven op zijn overheid. Daarvoor is nodig een hervorming van het staatsbestel. Daarvoor is nodig een hervorming van het partijwezen. Maar daarvoor is ook nodig een mentaliteitsverandering bij die overheid. Een overheid die zich niet langer als gezag, maar die zichzelf ziet als dienaar. Een dienaar die ervoor zal moeten zorgen dat een politiek programma naar de meerderheidswil van de Nederlandse burgers wordt uitgevoerd. Tot die hervormingen in het staatsbestel, in het partijwezen, in de mentaliteit van de overheid en tot de formulering van een goed aan onze tijd aangepast programma. Dat wil zeggen een programma dat de mogelijkheden van onze maatschappelijke ontwikkeling gebruikt. Dat de moeilijkheden bezweert, wil D66 een bijdrage leveren. Wat mij opvalt is dat het niet voor Mierlo is, maar vooral Gruiters die de populistische boodschap verkondigt hier. Maar ze natuurlijk allebei tot diezelfde beweging behoorden. Maar Gruiters heeft natuurlijk ontzettend veel denkwerk verricht in die partij. Werd is ook alweer jaren dood natuurlijk. En van Mierlo was natuurlijk een beetje de charismatische woordvoerder. Hè? Je hoort het direct aan de stem dat van Mierlo een geschiktere stem heeft voor de media dan Gruiters. Hè? En vooral toen van Mierlo wat ouder werd en ook zo tastenderwijs ging spreken. Hè, dat vinden mensen nog veel mooier, dat niet een soort van stalen zekerheid uitzendt. Maar van, ja, die man die is op zoek naar whatever die naar op zoek is. Van Mierlo was de ideale figuur eigenlijk. Wat ze willen natuurlijk, kijk, het populisme is altijd tegen het systeem van dat moment. En natuurlijk De dominante veranderingstrend van de jaren 60 was linkser. D66 is in feite een linkse afsplitsing ook van de VVD. Zoals later Nederlands populisme een rechtse afsplitsing eigenlijk is van de VVD.
Maar in de jaren 60 was dat links. En daar komt dat, je hoorde het van Milo zeggen, dat de Nederlandse democratie kreupel was. En zij zouden dat gaan veranderen met een hele reeks van institutionele veranderingen, waar gelukkig nooit wat van terechtgekomen is. En dat was een districtenstelsel en gekozen minister-president en referenda. Nou ja, de bekende poppenkast waar we in feite al 40 jaar over lullen zonder dat er iets aan veranderd is, geheel terecht overigens. En het wonderlijke daarvan heb ik altijd gevonden, er zijn natuurlijk tal van politieke systemen die die dingen hebben. Districtenstelsel en referenda en gekozen politieke leiders. En als je nou kijkend naar die systemen zou zeggen, nou, dat gaat fantastisch. Hè? Wat is dat democratisch? Het is ongelooflijk. Ja, jij haalt dat graag Californië aan, ja, als de meest democratische staat van de Verenigde Staten. Ja, laat ik de diverse kijkers nog een leestip geven. Dat is een prachtig boek over deze problemen. Dat is geschreven door meneer Zakaria en dat heet The Future of Freedom. En in feite is de teneur van zijn boek is dat we niet toe moeten naar een nog veel democratischer systeem, maar dat eigenlijk misschien iets minder democratie de democratie beter zou laten functioneren dan alsmaar meer democratie. Waarbij we in feite elke dag aan Maurice de Hond vragen, hoe denken ze erover in het land? Hè? Wat vinden ze van dit en wat vinden ze van dat? En nou ja, in feite hebben we langs de weg van de opiniepeiling alles voor plebiscitaire democratie gekregen, wat naar mijn idee een heel ongelukkig verschijnsel is. Waar je ook niks aan kunt doen. En is D66 schuld aan die trend? Nee, die hebben iets opgepikt. Kijk, zij reageren op een reeks van politieke gebeurtenissen in de jaren 60, waarbij het kabinet Marijnen viel. En toen zijn zonder verkiezing is het kabinet Kals tot stand gekomen. Dat viel ook vrij snel weer in het najaar van 66. En toen heeft het kabinet Zijlstra, een soort interim kabinet, er nog een hele tijd. We hadden dus eigenlijk drie kabinetten zonder dat er verkiezingen waren gehouden. En dat is wat zij weerzinwekkend vonden. Maar ik heb dat altijd een raar soort analyse gevonden. Want waarom hadden we de twee kabinetten waar helemaal geen verkiezingen aan vooraf waren, of althans bij een tweede geen verkiezingen was gehouden? Dat was omdat de confessionelen, die hadden de absolute meerderheid in Nederland. Die konden, die riep ook altijd links of linksom of rechtsom. Het is lood om oud ijzer, zei. God, hoe heette die nou toch ook weer? Ook zo'n AR-figuur zei dat altijd. En zo dachten zij. En iedereen kon het weten. Ik bedoel, het werd niet geheim gehouden of zo. Het was niet het geheim van de achterkamertjes. Dus als je dat niet wilde, moest je niet op de confessionele stemmen. Maar we hadden toen een zwaar verzuild Nederland. En wat D66 is dat zijn, hè, je ziet de eerste barsten in dat verzuilde Nederland ontstaan. En dat is natuurlijk het wonderlijke. Dat zonder dat er ook maar in de verste verte ooit één idee van D66 verwezenlijkt is, dat het hele verzuilde Nederland, waar ze eigenlijk tegen opstand komen, binnen 10 jaar in elkaar stort. De hele Rooms-Katholieke zuil verdwijnt in 10 jaar uit de Nederlandse samenleving. De Rooms-Katholieke bibliotheken, de Rooms-Katholieke vakbeweging, de hele Santenkraam stort in elkaar. Ja, maar dan had je kunnen verwachten dat D66 dat electorale gat definitief zou gaan opvullen. Ja, maar dat is eigenlijk nooit gebeurd, omdat ze erg zijn blijven hangen in die, hoe noemen ze het ook weer, die kroonjuwelen noemen ze het. Maar jij hebt dus als zwevende kiezer nooit in wanhoop een keer D66 gestemd? Nooit. Dat wil zeggen, toen dat begon, fascineerde mij dat in hoge mate. Ik beschouw mezelf als links-liberaal. En in allerlei opzichten was het voor mij de ideale partij. Ik vond ook groen een mooi kleurtje, eerlijk gezegd. In ieder geval beter dan oranje of rood. En ze hebben toen zo'n pamflet uitgebracht. Een soort kon je in een boekhandel kopen, ik geloof voor 1 gulden of 2 gulden of zo. En dat heb ik ook gelezen en ja, ik hing wel in die richting, maar ja, het waren de staatsrechtelijke opvattingen waar ik helemaal niets in zag. Ik voelde niets voor verandering van het proportionele kiessysteem. Ik heb nooit, ook maar in de verste verte, de wens gekoesterd om een minister-president te gaan kiezen. Dat leidt tot heilloze polarisatie en het kiezen van allerlei populistisch volk, niet waar, lui die het lollig op televisie doen, die krijg je al heel snel, krijg je die dan in het katshuis. Dus ik vond eigenlijk dat het Nederlandse politieke systeem vrij goed werkte en dat vind ik tot op de dag van vandaag. In tegenstelling tot wat vrijwel iedereen vindt. Maar in het algemeen is het zo dat vrijwel iedereen vrijwel altijd ongelijk heeft. Laten we overgaan naar het moderne populisme, waarbij de antimigratiefactor een grote rol speelde. Hans Janmaat was de eerste die dat op de agenda durfde te plaatsen. Ik wilde met je gaan kijken naar een fragment uit
1981, als hij zich voor het eerst manifesteert met zijn comité Nederland voor Nederlanders. En dan maakt de NOS een reportage over hem. Mijn wantrouwen is dat de politici inderdaad buitengewoon weinig rekening houden met de wensen van de Nederlanders. Je kan echt zien dat de Nederlandse regering een beetje de eigen bevolking uitbuit. Iemand die dit zegt, wat ik nu zeg, ik ben dus fascist, vanaf volgende week of wanneer dat uitgezonden wordt. Alleen zou er eens een keer een partij moeten komen in het centrum van de politiek die over al die huidige partijpolitieke belangen heen eens een keer het algemeen belang wat beter gaat doen. Kijk, de zondebok, we hoeven natuurlijk niet langer zondebok te zoeken, dat is de Nederlandse regering. De Nederlandse regering heeft de laatste 15 jaar een politiek bedreven die totaal is ingegaan tegen de wil en tegen de belangen van de eigen bevolking. Als die mensen allemaal nog wordt wijsgemaakt dat ze hier hun eigen cultuur kunnen beleven, ja, dan wordt Nederland op de duur onbestuurbaar. En daarom zeg ik, als men dat beleid niet wil wijzigen, dan is iedereen die dit aan de orde stelt een fascist. Want men heeft geen goede argumentatie voor deze gigantische blunders. De grote partijen hebben hier totaal geblunderd. De Nederlandse bevolking is door de eeuwen heen altijd gastvrij geweest. Dat zijn we nog, maar dat worden we natuurlijk niet meer op het moment dat grote aantallen mensen met andere culturen hun culturen nogal luidruchtig aan ons gaan opdringen. Een Nederlander die daartussen woont, met de luchtjes van boven, de muziek van beneden, de herrie van onder. Ja, maar dat is toch logisch dat die mensen moeite krijgen met zichzelf te handhaven? En de meesten zijn hierheen gekomen omdat ze vinden dat het in Nederland zo aardig is. Waarom willen ze dan dat Nederland zo veranderen? Waarom krijgen we hier moslimdemonstraties? Want, god, er zijn toch zat landen waar dat moslim die moslimgodsdienst goed kan beleven, die islam? Ga daar dan heen. Dat is bij Khomeini uitmuntend geregeld, hoor. Nou, ons recept is in de eerste plaats, Nederland is voor de Nederlanders. Ja. Ontbrak er nog maar aan dat de tonen van het Horst Wessellied gebruikt waren in het begin. Maar ja, de teneur van de makers is ook wel duidelijk, hè? Ja, want die hebben natuurlijk, die camera begint op die adelaar die kennelijk staat voor de Duitse adelaar en het nationaalsocialisme enzovoort. Ook bij Jan Maat zou ik zeggen, is het volkomen nutteloos om te roepen dat het een vuile fascist is, want dat is het niet. Hè? Jan Maat is een zeer rechtse politicus die bezwaar maakt tegen de omvangrijke immigratie in Nederland, waarbij die weer alle klassieke populistische punten naloopt. Namelijk dat het allemaal ligt aan de politieke partijen. En er moet een partij in het centrum komen die over alle andere partijen heen zal huiven, als het ware. Dat is ook altijd heel aardig. Alle populisten zeggen dat wie zijn schuld is, het is van de regering de schuld. Maar dan is toch de vraag, hoe komen wij precies aan die regering? Ik bedoel, is die door Belgen geïmporteerd of zoiets dergelijks? Of is die geparachuteerd door Amerikanen? Nee, die regering hebben we namelijk zelf gekozen. Maar het is niet de regering die zij wensen. Maar ja, we hebben in Nederland nou eenmaal een systeem waarbij een coalitie wordt gevormd op basis van een parlementaire meerderheid. Althans, tot voor kort. En dat is het wonderlijke, dat ze dus eigenlijk zeggen, ja, zie je, en zij zeggen dus ook, hij zegt ook met zoveel woorden, de democratie functioneert niet, daar komt door de politieke partijen, daardoor krijgen we een regering die eigenlijk alles doet wat het volk niet wil. Overigens maakt hij bezwaren tegen de immigratie natuurlijk, die je nu ook volop hoort, die toen in feite buiten de perken waren. Hij was een volstrekt gemarginaliseerde figuur. Als hij begon te spreken in de Kamer, dan gingen alle andere Kamerleden koffie drinken in het Kamerrestaurant. Hij werd ook eigenlijk nauwelijks meer geïnterviewd voor tv. Hij werd dus als het ware doodgezwegen. Terwijl hij dingen zei die nu iedereen zegt en waarvan iedereen vindt dat eigenlijk zo is. Overigens komt hij natuurlijk ook met dat wonderbaarlijke verhaal dat de islam zich aan ons op wil dringen of hier de baas wil worden. Hè. Dat is kennelijk een sprookje wat nu al zo'n kleine 30 jaar oud is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar waarom je was kunt hij de met meeste hetzelfde van die immigranten beschouwen als sociaal-economische vluchtelingen. Waarom was hij met hetzelfde verhaal toen totaal niet populair en succesvol en 30 jaar later zijn opvolgers wel? Nou, daar zit ten eerste nog een verdergaande omvangrijke immigratie zit daar nog tussen. Hè? Want juist in de jaren... Hij was zijn tijd vooruit. Jaren 80 en 90 is er nog zeker op het punt ook van asielzoekers nog heel wat binnengekomen. En daar zit iets anders bij. Je kunt, ja, het is moeilijk om te zeggen, maar Jan maakt een beetje een kneuzige indruk, ja. Het was ook de persoon. Waarom dat? Ja, het was ook de persoon. Er wordt wel gezegd, we moeten een standbeeld voor hem oprichten. Ik heb omdat nou, hij zo lang precies, ik heb dat altijd gedacht, sentiment
in de fles heeft kunnen houden. Ik heb altijd gedacht dat Janma door de overheid in het geheim gesubsidieerd werd. Hij was een beetje. Ze zei, blijf nou maar dat gekke, die rare geluiden maken. Hij praat ook zo raar. Hè? Het is heel wonderlijk in feite. Ik zwijg nog even van het Rolls-Royce-radiatortje wat daar links op zijn bureau staat. Het is een heel wonderlijke paraphernalia. En sinds die tijd is er natuurlijk geleidelijk aan, stap voor stap, veel meer zorg ontstaan over die omvangrijke immigratie. Van hebben we daar wel goed aan gedaan? En tenslotte is die, de zorg daarover, de bezorgdheid daarover, is gelegitimeerd door Pim Fortuyn. En dat is de rol die Pim Fortuyn in de Nederlandse politiek heeft gespeeld. Omdat Pim Fortuyn, na een zekere aarzeling, ook door de media werd gelegitimeerd als iemand, ja, die, hè, waardoor plotseling al die mensen die die bezwaren wel hadden, een soort politiek tehuis vonden. Is ook allerlei onderzoek waarbij je ziet dat al in 1994 eigenlijk een grote behoefte bestaat aan een zeer rechtse partij. Maar speelde ook de media hier niet een rol in? Want dit was nog de tijd dat er geen commerciële tv bestond. Dat de officiële Hilversumse media ook hem zo aanpakten en doodzwegen. Ik denk, dat is zeker zo. Ja, dat doen ze nu precies het omgekeerde. Hè, want dat is eigenlijk ook een beetje ontstaan door Pim Fortuyn. Waar ze eerst zijn de media ook een tikkeltje terughouden. Dan blijkt Fortuyn natuurlijk een immens succes te zijn. Dat begint in Rotterdam. En daarna is het, hebben de media een beetje spijt. Hè? Dat was het ook weer, de term was van Hans LaRouche, van de staat naar de straat. We gaan nu, en je hebt het gevoel dat de media, ja, dat de media nogal ruim overgecompenseerd hebben voor datgene waarvan ze achteraf denken, oh jee, we hebben eigenlijk een belangrijke beweging, een belangrijk sentiment in Nederland langdurig gemist of ondergerepresenteerd. En misschien zit daar ook wel wat in, want je kunt natuurlijk ook zeggen dat we wellicht te traag hebben gereageerd op een zeer omvangrijke immigratiebeweging. Overigens is het interessant dat we hebben natuurlijk een nieuwe vreemdelingenwet gemaakt in het laatste jaren van de jaren 90. Dat is het werk geweest van Cohen en het Paars 2 in feite. Het gekke is, daar hoor je de populisten nooit over. Nee, dat is lastig, hè? Om Cohen ja, die omdat eer het natuurlijk een heel moeilijk en lastig intellectueel probleem is, dat een zo prominent lid van de linkse kerk, bovendien van het gesmade Paarse kabinet, die wet geproduceerd heeft. Die tenslotte natuurlijk met steun van de VVD en de Partij van de Arbeid en D66. En die verdonk de vrijbrief heeft gegeven, ja, om de staatssecretaris dat beleid. Ja, maar daar hoorde je nooit, verdonk zijn nooit, dat het werk was van Paars 2 natuurlijk. En ook als je literatuur over Fortuyn leest, die vaak nogal verrassend pro-Fortuyn is, dan meestal staat het er helemaal niet in dat we zo'n wet hadden. En dat nou juist de strenge toepassing van die wet door verdonk. He, dat heeft ertoe geleid dat we hier een heel ander beleid zijn gaan voeren. Dus Paars heeft er wel wat aan gedaan. Maar daar hebben we het liever maar niet over. Je kunt wel beargumenteren of het dat niet eerder had moeten gebeuren. Maar tussen Jan Maat en Fortuyn zit nog een andere populistische stroming. Van links deze keer, de SP, de Socialistische Partij. Die eigenlijk een dubbele populistische partij was. Aan de ene kant verzetten ze zich tegen de politiek, maar juist ook tegen Jan Maat. Zullen we eens even gaan kijken hoe zij zich in 1994 profileerden bij de verkiezingen. We gaan naar Mark toe. Daar is de SP prominent aanwezig. Er wordt tomatensoep uitgedeeld. Zoals je misschien weet is de tomaat het centrale thema in onze campagne. Als symbool tegen het heersende beleid. En daarna gaan we een... Waarom dan een tomaat? Nou ja, de tomaat is vanuit de historie eigenlijk al de middeleeuwen en zo gebruikt als een middel om te protesteren tegen een slecht toneel. Dus wij gebruiken het nu om te protesteren tegen het Haagse politieke toneel. De actietomaat, het klassiek voorbeeld, symbool van verzet, die kan je ergens tegenaan gooien, dat doen we niet in de praktijk. Maar dat symbool van verzet tegen die plannen van de huidige heersende politiek, zoals bijvoorbeeld het volbouwen van stukjes groen en sportvelden hier in Leiden, het verbannen van sportvelden naar de rand van de stad, het slechte onderhoud in sommige wijken, dat soort dingen, het afbraak ook van buurthuiswerk. Daar zeggen wij stem tegen en daar is die tomaat het symbool van.
volgend jaar. Goedemiddag, we komen hier volgend jaar mee. Nee. U weet dat een van de betere partijen, hè? Nou, omdat als je een nieuwbouw komt, dan wordt dat hartstikke onbetaalbaar. Duur, ja, en dan kan je niet. Ja, we moeten ze goedkoop maken en dan de buitenlandertjes erin doen. En wij kennen ook ja, rond... nee, ja, maar daar, nee, maar dat is echt zo. Dat wordt gewoon gezegd. Wij moeten plaats maken ervoor. Wat wij doen, dat is de mensen opzoeken in de wijken en met de mensen praten over Jan Maat en over de CD. Waar staat die partij voor? Ontmaskeren. Duidelijk maken dat ze een racist stemmen. En wij willen niet dat op de dag van de verkiezingen mensen, laat ik ze maar zeggen, het protestimago van Jan Maat gaan gebruiken als een alibi om op een racistische partij te... Werkt die actie niet averechts? Absoluut niet. Nee, de peilingen wijzen het uit. Sinds dat wij die campagne begonnen zijn, 3/4 jaar geleden, daalt de CD weer. Omdat er meer en meer bekend wordt over zijn standpunten. Hoe denkt die man? En hoe meer Nederland daarvan ziet, hoe kleiner die partij zal worden. Dat hoor je nu niet meer zeggen, Marijnissen, dat Wilders racistisch is. Ik betwijfel ook of Jan Maat racistisch was. Kijk, racistische zeg je, ja, dat zijn het is het soort mensen, zou ik maar zeggen. Het genetisch materiaal, maar zo. Maar dat heb ik althans Jan Maat ook in dit stukje documentaire niet horen zeggen. Hij maakt bezwaar tegen de immigranten tout court. Hij vindt gewoon dat er minder of helemaal geen immigratie moet zijn. Dat hij met die wonderlijke fobie komt, dat de betrekkelijk kleine moslimmeerderheid ons gaat overheersen of bekeren of het hele land gaat veranderen. Daar heb ik nooit wat van begrepen, maar goed, hij komt ook met dat verhaal. Maar die retoriek in 94 kon Marijnissen nog wel gebruiken toen. Ja, de opkomst van de SP is denk ik het gevolg van een dubbele ontwikkeling. Namelijk eerst natuurlijk de saneringspolitiek die ingezet wordt met het eerste kabinet Lubbers in het najaar van 82. Die een vrij ingrijpend karakter had. En vervolgens natuurlijk van de twee paarse kabinetten. Kijk, de paarse kabinetten zorgden ervoor dat de twee klassieke vijanden, de twee klassieke polariseerders van de Nederlandse politiek, VVD en PvdA, dat die in één kabinet terechtkwamen, aan elkaar gesmeed door de charismatische, tastende stem van Hans van Mierlo. Zo is het gegaan. En die trokken dus als het ware naar het centrum. Die gingen door met dat neoliberale beleid, wat langzamerhand in feite in beleidskringen een stevige consensus had gewonnen. Waardoor in feite de Partij van de Arbeid zijn linkerflank ongedekt liet. En daar kon die SP zich verder in manifesteren. Veel PvdA's zeiden, ja, het is ons niet links genoeg. En die Wim Kok, dat is gewoon een liberaal, hè, want dat was het idee was toch dat Wim Kok... GroenLinks was ook niet in staat om die vleugel af te dekken. Nee, omdat GroenLinks natuurlijk toch wel in vrij hoge mate een grachtengordelpartijtje is, door en door sympathieke lieden. Maar Marijnissen had veel meer gevoel voor... Nou ja, voor de achterstandswijken en voor mensen die toch in de knel kwamen door die saneringspolitiek. En aan de rechterkant zie je het omgekeerde. De VVD trekt ook naar het politieke centrum, naar die neoliberale beleidspraktijk. En laat in feite zijn rechterflank ongedekt, vooral als Bolkestein vertrekt. Ik denk als Bolkestein niet was vertrokken en die had die semi-oppositionele rol die hij in de Kamer speelde, want Bolkestein zat natuurlijk niet in die kabinetten, die was leider in de Kamer, was blijven spelen, dan weet ik het zo net nog niet. Maar ja, Bolkestein vertrok naar Brussel in 1999. En dat zal ook dat heeft een belangrijke rol, denk ik, gespeeld in de opkomst van Pim Fortuyn. Dus we zien eigenlijk hoe aan de linkerkant en aan de rechterkant populistische protestgeluiden te horen zijn die zich richten tegen de neoliberale beleidspraktijk. Nou, laten we dan ook maar even kijken hoe die rechterflank open kwam te liggen en bezet werd door de populisten. We hebben er een collage van gemaakt. We zien Fortuyn bij zijn beroemde presentatie als lijsttrekker van Leefbaar Nederland in 2001. Rita Verdonk bij de presentatie van Trots op Nederland in 2008. En Wilders die wegloopt uit de Kamer op 26 maart 2009. Laat ik mijzelf één keer puntig karakteriseren. En dan spreek ik over mezelf in de derde persoon. Hij zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. En daar kan u van op helpen. Ik heb er zin aan. At your service. De Nederlandse cultuur loopt gevaar, dat zei Rita Verdonk gisteravond bij de lancering van haar beweging Trots op Nederland. Terwijl de band het Wilhelmus speelde, maakte Verdonk haar opwachting in Amsterdam, waar enkele honderden fans wachten op haar toespraak. Volgens Verdonk lopen de Nederlandse waarden gevaar.
En dan denk ik bijvoorbeeld aan de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van godsdienst. En natuurlijk de vrijheid om voor eens en voor altijd vrij te zijn van buitenlandse overheersing. Geen lachwekkende taakstraffen meer van 100 à 200 uur. Maar heropvoeden. Eigendom. Waar vaak hard voor is gewerkt, gaan we weer beschermen. Als er iemand ongeoorloofd jouw huis of winkel binnenkomt, mag je maatregelen nemen. Dat geld mag van Verdonk naar zorg, onderwijs en salarissen. En verder vertrouwt Verdonk op de inbreng van kiezers. Zij kunnen via internet vertellen wat zij belangrijk vinden. Met de zuiver Nederlandse woorden ik zit erbij voor Piet Snot is Geert Wilders met zijn fractie weggelopen uit de Tweede Kamer tijdens het debat over de crisismaatregelen van het kabinet. Volgens hem liggen alle plannen toch al vast. Wat de Tweede Kamer er ook van vindt. In normaal Nederlands, we zitten hier voor Piet Snot mee te doen. En de Kamer staat in zijn hemd. Wij kunnen niets meer veranderen, zegt de voorzitter van de grootste coalitiefractie. En voorzitter, onder die omstandigheden doe ik niet meer aan dit debat mee. En weg was Wilders met de rest van zijn fractie. Het CDA gaf misschien eerlijk toe dat alles al vast lag, maar kreeg toch veel kritiek van de oppositie. Ja, drie keer theater, hè? En eigenlijk inhoudelijk de grootst mogelijke lulkoek. Als je het even kort samenvat, wat is het ook weer? Hij doet wat hij zegt en hij is... hij zegt wat hij denkt en hij doet wat hij zegt. Stel voor dat we dat allemaal gingen doen. En dat is zo'n beetje het meest stomzinnige advies wat je aan een volwassen mens kunt geven. Maar iedereen vond het prachtig. En toen dat salueren waarvan... Ja, ik heb er thuis hartelijk om gelachen. Maar kennelijk vond iedereen het geweldig. Ten slotte is na zijn dood nog een beeld gemaakt van Fortuyn terwijl hij salueert. En met dat beeld reden ze onder een bruggetje door. En toen is het beeld onthoofd. Ja. De werkelijkheid is altijd nog weer een stuk symbolischer en metaforischer dan je wel zou denken. Dan komt Rita Verdonk. Ik zag pas in dit filmpje dat ze rode krukken heeft. Hè. Dat is echt waar je die vandaan haalt. Zou je die ook van de AWBZ krijgen? Ja. Dat je zegt van, nou ja, ik heb vanavond een optreden. Kan ik misschien een beetje bijgekleurde krukken krijgen? En wat wonderlijke... Dat vond ik toen al zo gek, dat ze zei van dat ze tegen buitenlandse overheersing was. Maar wie gaan ons overheersen? De Belgen of de Duitsers? Of wat, wie moeten we ons daar eigenlijk precies bij voorstellen? En dat onze cultuur, het is allemaal van een idioterie. En dat tenslotte dit stukje van Wilders, wat hij uitgebreid van tevoren had aangekondigd, dat is totaal geen spontaniteit bij te pas gekomen. Want... Ik ben benieuwd trouwens of Wilders nu hij een kabinet gedoogt en er allerlei zal worden voorgesteld waar de Kamer geen reet meer kan veranderen, of die dan ook weer gaat weglopen. Daar ben ik erg benieuwd naar, omdat natuurlijk iedereen weet dat de meeste dingen die de coalitie na wekenlang moeizaam vergaderen heeft afgesproken, ja, die kunnen niet meer veranderd worden. Hij voert hier een toneelstukje op, dat wel die bliksems goed weet dat dat in feite zijn toneelstukje is volledig strijdig met de normale parlementaire praktijk. Maar u ziet... Het journaal gaat ervoor. De mensen thuis zeggen ook van, het is toch een schande. Ik zeg het toch altijd, het is schandelijk. In groot gelijk onze Geert. Dat krijg je. Het is onzin. Want dan had u natuurlijk nu een politiek commentaar achteraan moeten komen van hun politieke commentator, wie dat dan ook op dat moment was, die uitlegt hoe het parlementaire spel wordt gespeeld. En dan zijn we weer terug op ons uitgangspunt. Veel populisme komt voort. In het geval van Wilders, die weet wel beter, maar hij speelt dat goed. Het komt voort uit het idee dat mensen eigenlijk niet precies begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. En zich daardoor eigenlijk onthand voelen of niet aangesproken. Ja, en dan span je de media voor je karretje en dan komt je boodschap zodanig over dat een groot deel van het volk daarin gelooft en op jou gaat stemmen. En wat natuurlijk deze zaak drijft, want we zijn nu al 10 jaar bezig met in feite een nieuwe variant van het populisme, is natuurlijk de bestaande onrust over de immigrantenkwestie. En wat er precies, hoe we dat precies het beste maatschappelijk gaan oplossen, dat probleem. En daar zie je aan dat het populisme altijd gevuld wordt door, als het ware, het probleem van de tijd. Het is, in de jaren 60 was het de kwestie van dat het verzuilde systeem niet open genoeg was. En in de jaren 30 waren er te veel politieke... Het is, elke keer wordt het gevuld door het ongenoegen van de dag, om het zo maar te zeggen.
En het, uit alle onderzoek blijkt dat het stemmen op de populisten, Fortuyn, Verdonk of Geert Wilders, toch voor ongeveer 80% veroorzaakt wordt door verontwaardiging over de immigrantenkwestie. Maar als je daar dan weer andere cijfers tegenover zet, want jij houdt erg van cijfers, dan blijkt dat Nederlanders ongeveer de meest gelukkige en tevreden burgers zijn die je in Europa kunt vinden. Ja, dan zou je toch verwachten dat die populisten hier zo nauwelijks een poot aan de grond krijgen? Nee, maar daar speelt een wonderlijke paradox, die overigens niet alleen in Nederland speelt, maar Amerika heeft daar in allerlei opzichten op dezelfde wijze last van. Dat als je mensen vraagt naar hun persoonlijke leven, een gezin, de straat, het werk, kortom, datgene wat ze daadwerkelijk kunnen overzien, waarvan ze concrete persoonlijke ervaringen hebben, blijken ze werkelijk frappant tevreden. Dus ik geloof 80% van de Nederlanders is dan zeer tevreden over zijn leven. Overigens volkomen terecht, want het is een fantastisch, welvarend, goed draaiend en uitstekend geregeerd land. Dus dat is wel terecht. En dan vraag je ze, wat vind je van de toestand van het vaderland? En dan zeggen ze, nou, dat is verschrikkelijk, waar moet dat heen? En de cultuur wordt bedreigd, de buitenlandse machten, islamieten, het is meneer, waar het heen moet, ik weet het niet, maar ik durf deze wereld nauwelijks aan mijn kind. Zo, die retoriek. En dat komt natuurlijk, want dat is een wereld die ze niet uit eigen ondervinding kennen. En daardoor krijgen mensen natuurlijk de indruk, die zitten daar 's avonds om 8 uur op die bank met zo'n kop koffie. En dan begint dat. Kijk, de wereld is verschrikkelijk. Half Europa staat in de fik, heel Rusland staat in de fik. Overstromen in Pakistan, er is altijd wel ergens een burgeroorlog, een gruwelijke moord gepleegd. Een liquidatie in Amsterdam-West. Wij zijn een land met frappant weinig moorden, maar zo'n liquidatie in Amsterdam-West, dat wordt er dagenlang wordt dat erin gedrumd. He, dat kan, he, ja. Iedereen denkt Amsterdam-West. He. Kan ik überhaupt, dat hoor je heel vaak Nederlanders zeggen, kan ik nog wel veilig de straat op? Ze wonen in een van de allerveiligste landen ter wereld. Maar als je natuurlijk naar de televisie kijkt, denk je, grote god, daar gaan toe, daar zijn enorm veel mensen in kleine provincieplaatsjes, in dorpen, met name ouderen, die na achter de deur niet uit durven. Die zijn bang dat ze geliquideerd worden door Joegoslavische bendes. Terwijl er in een dorp nooit iets gebeurt, maar ze via de tv de boodschap krijgen. Zoals heel veel mensen natuurlijk op de populisten stemmen of op Geert Wilders stemmen, die in hun eigen omgeving eigenlijk vrijwel geen immigranten of allochtonen zien. Dat is die paradox. Het eigen leven, dat is prima. Natuurlijk voor de meeste Nederlanders is het eigen leven geweldig. Niks mis mee, een autootje, en 3 keer per jaar met vakantie. Er zijn wel studies sinds wanneer dit verschijnsel ontstaat, dat mensen namelijk met hun eigen leven gelukkig zijn, maar diep ontevreden, zeg maar, met de publieke toestand. Hè. En dat begint zo eind jaren 60. Hè. Dan begint ook dat immense, altijd voortdurende mediabombardement. Tot slot nog één principieel ding. Mag de democratie om zichzelf te beschermen zeggen dat bewegingen zoals die van Geert Wilders, die in wezen natuurlijk ondemocratisch zijn, want het zijn geen democratische partijen met leden, dat die gewoon niet aan verkiezingen mee mogen doen? Nou, dat zou ik niet verstandig vinden, eerlijk gezegd. Want dan verandert hij dat gewoon, dan maakt hij er een normale politieke partij van. Nu is het voor hem praktischer en om hem een beweging te laten waarvan hij het enige lid is. Maar dat op een goede dag gaat dat toch een keer fout, daar kun je op wachten natuurlijk. Ik denk eerder dat je, ja, er hebben 1,5 miljoen mensen op die man gestemd. Er zitten nu 24 Kamerleden, ik geloof dat er 1 restzeteltje bij zit. 15,5%, dat is weer overigens, hè, dus dat betekent dat 84,5% wat anders heeft gestemd. En je zou in Nederland wel eens langzamerhand ook door de media denken dat er eigenlijk maar 1 partij is en 1 politieke leider. En dat is gekke Geert, en dat vind ik een beetje wonderlijk gezien het feit dat dus ruim 80% er totaal anders over denkt. Ik zou veel liever zien dat we gewoon in de politieke discussie, in de algemene maatschappelijke discussie, het conflict zoeken met dit soort van opvattingen en ideeën. Dat lijkt mij verreweg het beste. En daarom vind ik het ook een verwerpelijke toestand dat 2 Nederlandse politieke partijen die beter hadden moeten weten, eigenlijk uit nogal opportunistische overwegingen met Wilders in zee zijn gegaan of in zee dreigen te gaan. En bij welk percentage voor Wilders gaat ook Maarten van Rossum zich echt zorgen maken? 51%. Dat zou vrij ernstig zijn, ja.
Ik wou je danken voor deze toelichting op de geschiedenis van het populisme in Nederland. En we sluiten af met de film waar we net al een stukje van hebben gezien. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ja. Of niet? Want dat, dat is een film die eigenlijk veel karakteristieker is. Niet zozeer voor het thema wat in die film een rol speelt. Namelijk dat met Jan Maat en zijn opvattingen ook het nieuwe fascisme om de hoek komt kijken. Het is een film eigenlijk die karakteristiek is voor de gedeprimeerde stemming van de vroege jaren 80. En ik ben het ook met die heel gemakzuchtige gelijkschakeling in die documentaire van fascisme en Hans Jan Maat. Wat ik verder een verwerpelijke figuur vond. Maar goed, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar het is eigenlijk, de mensen moeten er eigenlijk veel meer naar kijken. Omdat je ziet dat die documentaire eigenlijk gestempeld is door de sfeer van de eerste helft van de jaren 80. Een hele gedeprimeerde sfeer in Nederland. Goed. Laten we tot slot kijken naar de documentaire Fascisme tussen slapen en sluimeren van Bob de Ronde en Bob Nahuizen van de NOS uit 1981. Morgen is er weer een geschiedenisgast, dat is Nelleke Noordervliet, te zien om 9:15 op Nederland 2.